Twee ploegen die heel succesvol waren vorig seizoen. In de derde divisie promoveerden. En de zomer heeft het succes niet tot stilstand gebracht. Hier is Kroon. En die doet dat wat slordig. En dan zit alles mee bij Gijs Jasper. En staat de ploeg uit Assen, de nummer 7 van de tweede divisie, op voorsprong. Zijn eerste van het seizoen en de vreugde bij de uitspelende ploeg groot natuurlijk. ADO 20 heeft 2 punten meer dan de opponent. Gooit dan alles op de aanval en dan staat de deur op een kier voor de omschakeling van de tegenstander. Hier is Zwickstra en Zwickstra tilt de bal voor de goal langs. Ja, daarmee hou je ADO 20 eigenlijk in leven. En dat ruikt bloed natuurlijk. Zet steeds meer druk naar voren. Invaller Helder is handig, is ook snel en moet tot staan gebracht worden. Nou ja, op deze manier is dat niet handig, want je geeft de scheidsrechter de gelegenheid om de bal op de stip te leggen. Dat doet hij. Prijic is de man die het gedaan heeft en hij, Milan Zonneveld, mag het vonnis voltrekken en doet dat prima. 1-1 met nog een kwartier te spelen. Twee ploegen die lastig tot scoren komen deze middag. 93ste minuut. Kan er nog iets? Ja, er kan nog iets, want hier is Kwispel. En dit is de grote verrassing. In de slotfase wint ACV